Goedemorgen allemaal, dag juffen en meesters, dag vooral kinderen, want we zijn er voor jullie. Dit is weer een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. Mijn naam is meester Jochem en weet je, dit is al aflevering nummer 40. Ik zag het vandaag, ik denk dat is leuk, een mooi rond getal. Ja, een hele nieuwe aflevering en ik heb er heel veel zin in, want wij gaan spreken met een grote sporter. En het is een voormalig collega van mij, mag ik zeggen. Zij heeft geschaatst. En wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat zij tegenwoordig juf is. Juf Margot is het daadwerkelijk. Juf Margot Boer. En we gaan met haar praten over hoe ga je nou om... Oh, als je afgeleid bent. Want dat is natuurlijk iets wat wij dagelijks meemaken. Oh, berichtje. Oh, oh. Maar hoe ga je daar nou mee om? En wat doe je nou bijvoorbeeld als je aan het schaatsen bent en je raakt afgeleid? Of misschien wel veel belangrijker, je bent met je toets bezig en je raakt een beetje afgeleid. En dan, oh jee, dan word je zenuwachtig. Wat kan je dan doen om weer goed je aandacht op je dingen te richten? Nou, daar gaan we het maar gauw over hebben. Want zij weet als schaatser, die medailles heeft gewonnen, misschien heeft ze het lijntje meegenomen, als geen ander hoe je daarmee om kan gaan. Dus ik ga er gewoon bij halen. Margot, goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik je even een applausje geven? Ja, leuk! Even een applausje voor die mooie medailles die je hebt gewonnen. Geweldig, ja. Hey, wil jij je even voorstellen aan de kinderen? Ja, nou, ik ben Margot. Ik heb altijd geschaatst. Wel veel op hoog niveau. En een mooie medaille geworden op de Olympische Spelen. Na één keer Olympische Spelen die mislukt was. En inmiddels sta ik voor de klas. Dus jouw eerste Olympische Spelen waren mislukt. En 4 jaar later won jij een medaille. Ja, toen mocht ik wel op podium, gelukkig. Ja. Daar ga ik zo even wat over vragen. Waar zit jij op dit moment? Sorry, ik was even afgeleid hoor. Van, kijk, dat is hem. Laat hem nog even zien, laat hem even zien. Even dat de kinderen hem goed in beeld kunnen krijgen. Wauw, en er zit een kristalletje in, hè, begreep ik. Ja, dat was het. Ja, prachtig. Je was even afgeleid door je eigen medaille. Ja, hij glimt zo mooi. Dus, ja. Mooi. Maar waar zit je op dit moment? Ik zit op dit moment op de opleiding, want ik ben nog in opleiding voor juf. Dus, kijk. Maar het is tussen echt, de colleges door. Echt juf Margot. Hey, wat ik grappig vind, jij zegt net van, we hebben geïntroduceerd waar het gaat over, we gaan het hebben over hoe ga je nou om met afleiding. Jij was net afgeleid door je medaille. Dat is een hele leuke afleiding, daarna kwam je meteen weer terug. Maar jij vertelde net aan mij, van je had in de eerste Spelen, dat was dan in 2010 in Vancouver, die waren mislukt. En toen 4 jaar later in Sochi in Rusland heb jij die medaille gewonnen. Maar wat is er dan, waarom was het eerste keer mislukt en was het dan goed gegaan in Sochi? Nou, vooral in de eerste keer, toen reed ik heel goed. En normaal was mijn coach altijd, die deed alleen zo of zo op de kruising. En nu ging hij ineens heel enthousiast doen. En toen dacht ik, oh, misschien rijd ik wel op goud, misschien ga ik wel goed. En toen vergat ik te schaatsen en toen werd ik zesde. Dus eigenlijk omdat je coach allemaal druk stond te doen, raakte je afgeleid? Ja. Ik raakte helemaal afgeleid op de laatste 300 meter. En ik vergat eigenlijk wat ik moest doen. En dat was nog hard afzetten en schaatsen. Toen liep ik eigenlijk mijn medaille mis. En eigenlijk met mijn gouden medaille. Dus die heeft heel erg pijn gedaan. Auw. Ja. En 4 jaar later heb ik me daar wat beter op voorbereid. Heb ik me echt laten kijken van oké, ik ga alleen maar met mezelf bezig. Met alleen alles wat er om me heen gebeurt laat ik langs gaan. Ja. En ik ga gewoon hard schaatsen en dan zie ik wat het eindresultaat is als ik over de finish kom. En niet al voordat ik bij de finish ben. Maar hoe doe je dat dan? Want als de kinderen zitten nu te luisteren, denk ik, ik ben helemaal geen schaatser. Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft geen schaatser te zijn. Maar als je afgeleid wordt, kun je ook even terug op het moment. Het eerste kunst is natuurlijk dat je weet dat je afgeleid bent. En, hoe weet je dat je afgeleid bent? Nou, als je op een gegeven moment komt er wel iets van, oh, ik ben volgens mij nu al een paar minuten aan het nadenken over iets anders dan wat ik eigenlijk moet doen. Ja. Dat kan op de ijsbaan was dat, dus dacht ik niet aan mijn techniek. Maar op school kun je bijvoorbeeld denken aan het verjaardagsfeestje dat er aankomt voor je. En dan denk je dat je alleen maar daarmee bezig bent.
terwijl je even vergeet dat je een toets voor je neus hebt liggen. En hoe doe je dat dan als je aan het verjaardagsfeestje denkt en je moet eigenlijk een toets maken? Ja, nou, kijk, in je hoofd heb je het en dan benoem je op een gegeven moment van in je hoofd van oké, ik ben nu afgeleid, ik denk aan mijn feestje, ik ga nu even terug naar mezelf. Ik heb soms een paar oefeningen. De simpele is gewoon mijn vingertoppen tegen elkaar aandrukken. Dat ik eventjes voel wat ik doe. Ja. En dan ben je eigenlijk weer terug bij jezelf. Je voelt eigenlijk, je bent weer eigenlijk bezig met het hier en nu, waar je nu bent. Hè? Waar je nu op dit moment zit. En het tweede is dat je ook bijvoorbeeld een ademhalingsoefening even kan doen. Op het moment dat jij een ademhalingsoefening? Ja. Hoe werkt dat dan? Nou, dan doe je eigenlijk, je gaat 3 seconden inademen en 3 seconden uitademen. Ja. Maar leg even je handen allemaal op je buik. Kunnen we dat proberen? Nu zullen we dat gewoon even met de kinderen doen. Ja, laten we dat even doen. Ja, dan ga ik ook even, moet je dan zitten of staan? Je mag het best zitten, maar dan moet ik even kijken of je mijn buik kan zien. Ja. Beetje zo. Dus dan leg je je handen op je buik. Doe maar de... En gaan we inademen, 3 seconden, en dan laat je je buik helemaal uitzetten. Dus je voelt dat je tegenhanden aan deelt. Dus 1, 2, 3. En weer uit. 1, 2, 3. En dan ga je weer met je buik weg van je handen. En dat doe je een paar keer. Dus 1, 2, 3. Adem uit. 1, 2, 3. Adem in. 1, 2, 3. En uit. 1, 2, 3. En dan word je eigenlijk steeds ontspannender en dan kom je eigenlijk weer even tot rust. Ja. En dan kun je weer bezig met wat je moet doen. Dan maar eigenlijk wat jij dus zegt, als je afgeleid bent, dan doe je dat eigenlijk dus een beetje in je hoofd. En dan zit je om je heen te kijken of denk je aan andere dingen. En wat je doet met die vingers zo, is dat je weer even terug naar jezelf gaat. Of dat je dus terug... Ja. Even voelt waar je ademt. En je moet even weer weten waar je bent. Ja, oh, wat grappig. Dat is van een domme land ver weg. Een hele makkelijke manier. Nou, ik krijg me heel veel vragen binnen. Onder andere vraag, werd je niet afgeleid als het stadion vol zat? Ja, in het begin altijd wel. Hè. Zoveel herrie is dat. Maar het gaf op een gegeven moment... Je krijgt ook een beetje ervaring, hè? Dus weet het ook. En uiteindelijk kan je daar wel weer langs zijn. En een beetje geluid was altijd wel heel fijn om te horen. Maar je hoort toch niet precies wat ze zeggen. Ja. Een vraag die ook binnenkomt, dat vind ik ook wel een hele goeie. Wat deed je als je vlak voor de wedstrijd niet kon focussen? Ja, dan ging ik even naar mijn coach en zeggen van ik heb moeite om me te concentreren en te focussen. En dan ging ik samen met die even weer bezig met de race. Dus even doornemen, wat wil ik doen? Waar ga ik op letten? En dan kom je daar eigenlijk wel weer in. Oké, heel goed. Dus dan ben je weer gefocust. Ja. Lisa die vraagt van hoe vaak train je per week? En deed je ook trainingen tegen afleiding? Dat is een hele goede. Ja. Dat heb ik later wel gedaan. Ik trainde denk ik 12 keer in de week. 12 trainingen in de week. Ja. En daar... dat was alleen fysiek, dus echt schaatsen, hardlopen, fietsen, krachttraining. Ja. En daarnaast deed ik inderdaad ook nog aan yoga en mindfulness. Dus dat is een beetje je gedachten op een rijtje zetten. Ja. En dat deed ik zelf voor mezelf, training. Ja. En maar dat, als je dus je gedachten op een rijtje zet, schreef je dan dingen op? Of hoe deed je dat? Nou, wel als ik het 's avonds had. Dus dan dacht ik van, ik kan nu niet slapen, want ik ben ook vooral over nadenken. Dan schreef ik het op. Ja. En dan kon ik daarna lekker slapen en dacht, dat kan ik morgen wel weer oppakken. Ja. Ik vind, Lisa die vraagt ook, ben je toen in Vancouver, daar verwijst ze volgens mij naar, ben je toen boos geworden op je coach? Toen je heel druk op de kruising stond te gebaren. Nee, eigenlijk niet. Maar achteraf, ja, ik denk dat er ergens wel een pijnpuntje zit. Maar ik heb het eigenlijk nooit met hem over durven hebben. Ja. Ik heb hem nooit de schuld gegeven. En al wel de schuld bij mezelf gelegd dat ik mezelf heb laten afleiden. Jij hebt je laten afleiden, ja. Dat is wel heel eerlijk. Dat uiteindelijk heb jij je laten afleiden. Dat kan, ja. Dat is wel zo.
De Beatrixschool Wolf Hezen die vraagt van wanneer ben je begonnen met schaatsen? Toen ik 3 jaar oud was, denk ik. Ja, op het natuurijs, nog achter op de sloot. Toen ben ik begonnen en ik heb eerst short track gedaan, dat is dat kleine baantje. En toen ik 7 was, mocht ik naar de lange baan schaatsen. Dus toen heb ik dat nog heel lang gecombineerd. Ja. Dus al aardig wat jaartjes sta ik op het ijs. Ja. Ja. Ze willen ook weten, wat vindt u zo leuk aan het schaatsen? Ja, ik deed de sprintafstanden. Heel iets anders dan jij, Jochem. Maar ja. Ik vond het zo mooi om zo hard door die bocht te gaan, dat je gewoon het kippenvel op je armen voelde door de snelheid. En dat vond ik het mooiste aan schaatsen. Absoluut. De Beatrixschool die vraagt ook, en dat vind ik is ook wel in de lijn van het afleiden. Wat moet je doen om goed de focus te houden? Als je ergens goed mee bent, wat moet je doen om goed je focus te houden? Elke keer, ja, je moet goed worden in het feit dat je ontdekt dat je afgeleid bent. Je moet goed worden in het feit dat je ontdekt dat je afgeleid bent. Dus je moet gaan realiseren, ik ben afgeleid. Dat is het eerste. Ja, dat is het eerste. En dan vooral niet zeggen dat dat erg is, want dat gebeurt. Maar daarna gewoon weer terug naar je taak. Dus elke keer weer, als je even afgeleid bent, dat kan. Hè, want er gebeurt van alles om je heen. Ja. Er is een vliegtuig in de lucht, of er valt een pen, of iemand draait zijn blaadje om in de klas. Ja. Dat zijn allemaal afleidingen. Is niet erg als je daarna maar weer teruggaat naar wat je aan het doen was. Ja, goede tip. Roxy vraagt, sta je al voor de klas? Ja. Ja, we moeten ik doe de korte versie van de opleiding, dus wij moesten na 10 weken al voor de klas. Dus gelijk voor het vuur gegooid. En ik vind het erg leuk. Ik sta 1 dag in de week voor de klas. Leuk. Groep 8B van de Zuiderster die vraagt dan, is het moeilijker om je af te sluiten van boegeroep of van positieve aanmoedigingen? Van boegeroep. Dat doet je natuurlijk wat meer met je dan dat je positief je gejuich hoort. Ja. Als je iemand hoort die boer roept, dat komt er dan wel even tussenuit en dat hoor je wel. Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik niet, maar ik heb wel eens tegen een collega, Annette Gerritsen, geschaatst. En toen riepen ze bij de start iets tegen haar, wat ik dat dan ook hoorde. En dat was niet voor herhaling vatbaar wat ze riepen. Daar hebben we toen wel even... Onaardig naar Annette Gerritsen toe. En toen hebben we aan de start gevraagd of we even de procedure opnieuw moeten doen. Om weer even de focus te pakken, want dat is natuurlijk oneerlijke. En dat gebeurde toen ook? Ja. De starter die was het daarmee eens. Ja. Beatrix School vraagt, waar werd u het meest door afgeleid op de Olympische Spelen? Door de grootheid. Alles zo groot daar en... Ja, je hebt alles. Alles is gratis ineens. Je kan gratis eten. Je hebt van alles. Je hebt allemaal verschillende atleten om je heen. Ja. En dan vergeet je wel eens dat je eigenlijk gewoon daar komt doen wat je altijd elke dag al doet je thuis. Ben je dus eigenlijk ook afgeleid? Ja, dat is 1 grote afleiding, de Olympische Spelen. Ja. Dat is, daarom wordt er vaak beter gepresteerd op iemand die de 2e keer doet dan de 1e keer. Ja, dan heb je de ervaring al en dan weet je waar je op moet letten. Ja, dat klopt. Ja. Van Panhuis, groep 8, die vraagt, waarom wilde je juf worden? En pas je daar ook dingen in toe vanuit je sport? Ja. Oké, dat is een hele goede vraag. Waarom ik juf wil worden? Omdat ik het gewoon heel leuk vind om met kinderen en met mensen te werken en hun te helpen ontwikkelen. Eigenlijk om het beste uit zichzelf te halen. Dat is eigenlijk ook wat je vanuit je sport hebt. Je bent elke dag bezig om het beste uit jezelf te halen en dat wilde ik nu op anderen overbrengen. En ik probeer zoveel mogelijk sport en bewegen in de klas te krijgen natuurlijk, want dat vind ik wel het leukste. Ja, en hoe doe je dat? Sport en bewegen in de klas krijgen? Bijvoorbeeld door kleine dingetjes, door rekenles bijvoorbeeld, dat ze dingen naar elkaar moeten gooien of dat ze heen en weer moeten lopen of iets moeten zoeken. Ja. Morgen les met klok kijken, dan moeten ze morgen eventjes naar de juiste klok toe lopen en zoeken de juiste tijden, digitale tijden bij de
analoge tijden zoeken. Dus altijd een beetje actief zijn tijdens de les, ja. Ja, leuk. Hey, en we hadden natuurlijk even, ik heb jou gesproken voordat je deze les ging geven. En daar zei van, ja, ik heb ook nog wel een tip voor de juffen en meesters. En dat vond ik wel een hele mooie. En dat had te maken met zenuwen van kinderen. Ja, nou, wat ik nu gezien heb in de lessen is dat als er toetsen zijn, bijvoorbeeld CITO-toetsen, die best wel belangrijk zijn, een beetje vergelijkbaar met de Olympische Spelen, dan wordt er gewoon out of the blue even een toets op tafel gelegd en gaan de kinderen bezig. En de kinderen, wat ik vaak zag, is dat ze gewoon de eerste vraag een beetje of verprut of zenuwachtig zijn of gewoon een back-out krijgen. Ja. Dus het is goed om na een aantal minuten, 10, 15 minuten, eventjes pauze te pakken. Even te vragen, hoe gaat het met iedereen? Kan iedereen zich concentreren? Weet je wat je moet doen? En dan weer eventjes rustig. Ja, misschien de ademhalingsoefening even doen en dan weer door, zeg maar. Om een soort van even een pauze in te lossen. Om even te kijken of iedereen gaat. En als er twijfels zijn of spanning, om die weg te nemen voor de kinderen. Kun je dat even bespreken en dat wegnemen en dan dat je toch wel weer met wat meer ontspanning en zelfvertrouwen aan je toets weg kan. Ja, ja, nou, dat is een hele zinvolle tip wat dat betreft. Een laatste vraag. Heb je wel eens kritiek of word je gepest? Krijg je wel eens kritiek of word je gepest? Ik krijg heel veel kritiek. Ik noem het altijd feedback. Positief, waar ik dus weer beter van kan worden. Dus als iemand het negatief formuleert, vraag ik altijd wel of ze het even op een manier kunnen formuleren waardoor ik er iets aan heb, waardoor ik er beter van kan worden. En voor van mijn weten word ik niet gepest. Oké. Okay. Je ervaart in ieder geval niet dat je wordt gepest. Dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Ik heb geen vervelende ervaringen. Nee, heel goed. Hey, en jij zit nu op school, je gaat zo verder met je opleiding. Wat ga je zo dadelijk doen? Wat ga je leren? Ik ben toevallig bezig met een ontwerp voor bewegend leren te maken. Dus we moeten een onderzoek doen in de klas en dan kijken hoe we dat bewegend leren kunnen inzetten. En wat zou je als bewegend leren als oefening kunnen doen? Kunnen we daar de les mee afsluiten? Dat de kinderen nog even kunnen gaan staan of zo en misschien iets doen? Juf Margot? Ja, dat kan altijd. Dat is eventjes... dat kan. We kunnen wel even gaan staan. Even actief zijn. Nou, dan gaan we even staan. Even als afsluiting van deze sporter in de klas met juf Margot. Ja. Nou, en dan doen we eventjes 10 keer door je knieën. Ja. Dus eventjes. Heel goed. 5, 6, je gaat heel snel. 7, 8, 9, 10. Ja, actief, hè, sprinter. Ja. Nou, doen we even de armen erbij. Even schaatsen. Heel goed. Ja. En dan komen we over de finish en dan... Armen in de lucht. Hey. Heel goed. Hey Margot, super, super bedankt voor deze leuke les. Voor de mooie tips voor de kinderen, maar ook voor de juffen en meesters. En we horen graag wat je verder nog met het bewegend leren gaat doen. Dankjewel voor deze toples. Goed. Groetjes. Hoi hoi. Dank je. Ja kinderen, dit was weer een aflevering van Sporten in de Klas. En ik vind het leuk. Ik ben ook weer energiek. We hebben even gejuicht. En volgende week zijn we er weer. Volgende week donderdag 17 maart. En wie komt er dan langs? Ja, dat is niet zomaar iemand. Dat is Edward van Geels. En ze noemen hem ook wel de godfather van het straatvoetbal. Wat is dat dan? Het is een straatvoetballer die in het verleden bijna wel in het criminele circuit zat. Maar via het voetbal op straat eigenlijk zijn leven helemaal heeft weten om te turnen. En inmiddels met de grote sterren ter wereld voetbalt. Denk aan Ronaldinho. Ze kennen hem allemaal. En dan met hem gaan we in gesprek hoe hij dat heeft gedaan. En wellicht kan hij nog een leuk kunstje laten zien. Dankjewel voor het kijken. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. Hoi hoi!